In een inspirerende boodschap voor Diwali dat vandaag wordt gevierd, heeft president Chandrika Prasad Santokhi het belang van hoop en licht voor de Surinaamse bevolking onderstreept. Tijdens zijn toespraak benadrukte hij dat het Diwali-feest niet alleen een viering is van overwinning op het kwade, maar ook een moment van reflectie voor degenen die zich in duisternis bevinden. Het licht dat wij vandaag vieren zal het pad verlichten voor ons land en voor vele Surinamers die soms onzeker zijn, aldus de president. Hier is het moment, het licht van Diwali, het licht van nieuwe hoop, het licht dat ons zal brengen naar een pad wat volledig verlicht zal zijn. Maar laat het licht van Diwali ook schijnen in het innerlijke. Laat het licht ook schijnen in het binnenste van je hart, in het binnenste van je ziel. En laat het licht ook zorg dragen voor de reiniging van de negativiteit, van de negatieve gedachten en gevoelens. Maar laat het licht ook zorg dragen dat we als land verlicht worden. Laten we in gebed blijven en onze Lashmima vragen om ons te begeleiden, om ons uit het duisternis te halen. En dat wij, zoals gebruikelijk, met het licht van Diwali, altijd het kwade zullen overwinnen. President Chandrika Prasad Santokhi sluit zijn boodschap voor Diwali af met een oproep aan de Surinamers om met de hoop van het licht samen te werken aan een betere ontwikkeling en betere tijden.